Goedemiddag allemaal. Ga vooral lekker zitten. Er is nog plek zat. Nou, welkom terug. Voor degene die ik al gesproken heb, of vanochtend of tijdens lunch, welkom terug in het middagprogramma. Voor degene onder jullie die ik nog niet heb gesproken, welkom terug sinds de vorige keer. Het is al een aantal keren dat ik dit gedaan, maar ik zal me toch maar even voorstellen voor de nieuwkomers. Ik ben Roelof Meijer, ik ben de directeur van SDN. En ik zal een deel van het middagprogramma invullen. En dat is wat ik ga doen. Ik kijk even terug op de ochtendsessies. Dan kijk ik even vooruit op het programma van vanmiddag. En daarna ben ik zelf ook de eerste spreker die iets van inhoud aan jullie gaat voorschoten. Namelijk, waar zijn we nou de afgelopen tijd bij SDN mee bezig geweest? Een aantal dingen hebben jullie al gemerkt. Een aantal dingen hebben jullie wellicht wat over gehoord, maar nog niet de resultaten van ondervonden. En ik kijk ook even vooruit naar 2013. Misschien maar eerst even over het ochtendprogramma. Het is ondertussen een traditie dat we twee tracks hebben met elk twee workshops, dus twee aan twee parallel. En ze vallen eigenlijk ook vaak wel een beetje uiteen in technisch. En meer zakelijk, operationeel, beleidsmatig, juridisch, dat soort dingen. Nu ook weer Bert Hubert en Sander Smeenk van achtereenvolgens Power DNS en BIT. Hebben jullie vanochtend het een en ander verteld over de ontwikkelingen van DNSSEC in Nederland. Bert Hubert eigenlijk wel heel erg vanuit het perspectief van de registrar en de registry en het signen van de domeinnamen. En Sander Smeenk meer vanuit de resolving en de validatiekant. Ik denk dat degene die van jullie dieren wat direct mee bezig zijn, hebben gemerkt dat we de afgelopen maanden daar toch in Nederland, en zeker niet alleen bij SDN, maar ook bij een behoorlijk aantal van jullie, goede vooruitgangen en een paar ondertussen internationaal vermaarde resultaten hebben geboekt. Peter Dorst en onze eigen Michiel Henneke hebben jullie het een en ander verteld over iets wat de potentie heeft om het DNS meer te veranderen dan het ooit is veranderd sinds er ontstaan. De nieuwe generic top-level domains, overigens een beetje een misleidende naam. Hè, want generic zou zeggen heel generiek. En dan moet je denken aan .shop of .music. Maar .amsterdam is ook een generic. En je zou toch kunnen zeggen dat een stedennaam ongeveer het oudste merk is wat de wereld kent. En merken is nou het tegenovergestelde van generiek. Dus daar zitten wel wat andere, wat misleidend zin. Eigenlijk moet je zeggen, GTL die betekent alles behalve country codes. En dat klopt ook op een ander aspect. Country codes zijn altijd twee lettertjes achter de punt. En GTL die kan tegenwoordig van alles zijn. Niet helemaal waar trouwens wat ik zeg, want bij de IDN, dus de internationalized top-level domains, kan een landendomein ook één of meerdere tekens zijn in een ander script dan het onze. Jullie hebben daar het een en ander kunnen horen over wat SDN zelf gaat doen. Hè. Wij zijn, en dat is in de pers geweest, dus dat weten jullie als het goed is, betrokken bij de aanvraag voor Punt Amsterdam. En zullen ook, als dat allemaal operationeel wordt, het technische deel daarvoor gaan verzorgen. En Peter Drost heeft meer aangegeven hoe het hele proces bij ICANN werkt. Conclusie daar is dat, en er waren ook veel vragen over, er was ook nog wat kritiek over in die sessie. Dat hele proces bij ICANN is een heel langdurig proces geweest. En dan moet je echt denken zo in de buurt van de 10 jaar geleden dat de eerste discussie hierover begon. En nog steeds. We zijn nu bijna zover. Zou je kunnen zeggen, aanvragen zijn ingediend. Het loketje, het digitale loketje waar je dat kon doen, is gesloten al een tijd. Er wordt nu hard gewerkt binnen ICANN om die aanvragen te verwerken. En als het allemaal goed is, maar dat is een term die ik rondom die GTLD's ook in deze sessie setting een aantal keren heb gebruikt en dan had ik ongelijk. Maar als het allemaal goed is, dan ergens eind 2013 zouden de eerste nieuwe GTLD's operationeel moeten worden. Maar voordat ze dat allemaal zijn, zijn we ver in 2014 en misschien nog wel verder dan 2014. Meningen erover verschillen enorm. Wat gaat er nou gebeuren? Maar ik denk dat de veiligste aanname is dat er maar eentje echt spectaculair hoeft te zijn om de hele setting waarin wij opereren met z'n allen voorgoed te veranderen. En als je zo kijkt naar de aanvragen die Google heeft gedaan bijvoorbeeld, dan hou ik er toch wel rekening mee dat zoiets zou kunnen gebeuren. De tweede ronde, een workshop door Peter Zin van de KLPD.
Ik was er zelf niet bij, want ik was bij de laatste. Want dat was voor techneuten en dat ben ik niet. Dus ik dacht, daar kan ik wat opsteken. Maar ik heb het vermoeden dat de KLPD de prijs, als we die zou hebben, zou gaan winnen voor de meest populaire workshop. Ik heb heel veel positieve reacties gehoord. Dus compliment aan Peter. Nou, wat jullie daar hebben gehoord is dat de wet van Moore ook van toepassing is op internetcriminaliteit. Verdubbelt iedere 2 jaar. KLPD heeft eerlijk aangegeven dat ze alle achterstand hebben. Die verdubbelt dus ook iedere 2 jaar. En daarmee dus ook een oproep die aan ons is gedaan om samen te werken. Met onder andere de KLPD om internetcriminaliteit in Nederland te bestrijden. En als ik het zo hoorde, dan is ook op een onweerlegbare manier duidelijk gemaakt wat nou de waarde van een domeinnaam is voor domeinnaamhouders. Maar ik denk dat de belangrijkste boodschap uit die workshop is, het is een gevecht tegen de tijd. En onze overheid, om het zo maar te zeggen, kan het niet alleen. En heeft hulp van de sector nodig om gezamenlijk die problemen te bestrijden. De tweede workshop van die parallele sessie werd door het team van ons labs, dus dat zijn de mensen die zich vooral bezighouden met het vooruitkijken rondom DNS, ging over DNSSEC, wat komt er na de fase waarin we nu zitten. Het ging wel een stukje verder dan DNSSEC en DEEN overigens, want er is ook uitgebreid gesproken over DDoS aanvallen, botnets, hoe kun je nou informatie daarover verzamelen, analyseren. En zou SDN daar een rol in kunnen spelen? Daar kwam een duidelijke respons, vond ik in ieder geval, van ja, we hebben wel behoefte, zeker de kleinere partijen, om informatie aangereikt te krijgen, maar ook om een plek te hebben waar we met onze vragen terecht kunnen op dit gebied. Nou, dat over het ochtendprogramma. Hoe ziet de middag eruit? Het eerste stuk, dat loopt, dat zult u begrijpen. Na mij zal Erik Lochtenberg van Vervida, hij spreekt daar als de voorzitter van de VVR, de Vereniging van Registrars, een update geven over hoe het gaat met die samenwerking. Zowel onderling binnen de VVR en ik denk ook de relatie met alle andere registrars als de samenwerking met SDN. Dat is natuurlijk het belangrijkste stuk daarin. Dan gaan we alweer naar de pauze. Dat is een uur naar het begin. En dan krijgen we nog twee buitenstaande sprekers, om het zo maar te zeggen. Integratie van online en offline marketing door Joris Merks. En als ik hem straks inleid, zal ik daar nog wel wat over zeggen. En Industry Trends and Opportunities door Stuart Dinders van VeriSign. Beide denk ik hele interessante verhalen voor jullie in jullie dagelijkse praktijk. Maar ook wel een beetje in het vooruitkijken van waar wil ik nou met mijn bedrijf naartoe. En we sluiten af, ook heel traditioneel, maar altijd een succes met onze borrel. Die er natuurlijk vooral op gericht is dat jullie kunnen netwerken. Ervaringen kunnen uitwisselen met collega's. Want dat is toch wel heel typerend, vind ik. Aan deze sector, dat er zo openlijk informatie wordt gedeeld. Er wordt hard geknokt om plekken. En bijvoorbeeld om wie heeft er nou het meeste .nl domeinnamen. Maar er wordt ook heel veel informatie heel openlijk gedeeld. En ik denk dat dat toch een van de successen is van de hele domeinnaammarkt in Nederland. En ik hoef jullie niet te vertellen dat die, als je hem vergelijkt met een heleboel landen om ons heen en verder van ons weg, dat we daar toch een uitzonderlijke, in positieve zin, positie hebben. Goed. 2012 tot nu toe. Nou, DNSSEC van alles over gezegd, daar wou ik me niet te lang mee stilstaan. Maar dat hebben we in mei operationeel gemaakt. Behoorlijk ingewikkelde release van ons domeinregistratiesysteem, om dat allemaal mogelijk te maken. In juni hebben we een nieuwe webinterface geïntroduceerd, dat was ook wel nodig. Daar hadden we bij de overgang naar DRS5 niet zo gek veel aan gedaan. Dus die was qua functionaliteit, qua gebruikersgemak, nou niet echt geweldig. In juli zijn we begonnen met wat dan de DNSSEC incentive regeling heet. Dus dat betekent dat u een korting krijgt op iedere domeinnaam die DNSSEC gesigned is en blijft. Ook in juli registreerden we de 5 miljoenste .nl. Nou, dat is toch echt een mijlpaal weer. Ik heb er ondertussen 4 van de 5 meegemaakt. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja, wel. Ja, 2, 3, 4 en 5. En dat in nog geen 8 jaar. Daarmee is die groei natuurlijk uitzonderlijk geweest. Totaal aantal domeinen, als je kijkt naar het aantal bedrijven in Nederland, de omvang van onze economie, het aantal burgers, is iets waarvan we denk ik nog steeds met z'n allen niet precies begrijpen hoe dat nou komt.
Maar dat het hele dynamische registrarveld met alle soorten en maten en smaken, verschillende kwaliteiten, prijzen, daar een belangrijke rol in speelt, dat behoeft geen toelichting, denk ik. In september hebben we een aantal nieuwe rapportages uitgebracht. En in november, en dat is, daar ga ik straks ook wat meer over vertellen, hebben we aangekondigd dat we ons prijsbeleid gaan veranderen. En dat betekent niet dat het duurder wordt. Laat ik daarmee beginnen, voordat mensen zich zorgen gaan maken. Het nieuwe prijsbeleid. En ik heb er maar een, dat is denk ik toch wat de gemoederen wel wat bezig zou houden, dus ik heb er maar een slide voor gekregen. En het onderste is wat we nu doen. De groene vakjes. En dat betekent als je op 15 februari een domeinnaam registreert, krijg je dat hele kalenderkwartaal, dus van 1 januari tot 31 maart, gefactureerd. En als je hem vervolgens het volgend jaar op 15 februari zou opheffen, dan betaal je dat hele kwartaal ook. Je zou bijna zeggen, dit is sinds mensheugenis zo. In ieder geval sinds de oprichting van SIDN. Ondertussen is niet echt meer een systeem wat past bij de dagelijkse praktijk van onze registrars. Want die doen eigenlijk wat er in het blauwe balkje erboven staat. De meeste van jullie overigens. En het is een wat gesimplificeerde uitvoering. Omdat ik weet dat jullie veelal werken met meerjarencontracten. Maar goed, als jullie een domeinnaam registreren op 15 februari, dan loopt dat abonnement over het algemeen een jaar of een veelvoud daarvan. Maar het eindigt op eenzelfde 15 januari, x jaar verder. Het lastige daarvan is dus dat je bij SIDN dan altijd voor het gevoel een kwartaal meer betaalt dan je abonnement loopt. Een beetje afhankelijk van de datum die je kiest natuurlijk, maar toch. Wat we zullen gaan doen is dat zo aanpassen dat het gelijk begint te lopen. Dus dat eerste kwart of die vijf kwartalen die je zou betalen op een jaar abonnement, dat je die niet gefactureerd krijgt, maar dat je gewoon keurig vier kwartalen krijgt. En dat is dus dit. Ik heb eigenlijk al heel veel verteld zonder te klikken, begrijp ik. Zal ik maar gewoon doorklikken? Eén slide was eigenlijk genoeg, denk ik. Wat we ook zullen doen is, we werken nu echt met kalenderkwartalen als abonnementsduur. We gaan naar maanden, een jaar en wellicht op termijn ook iets wat daar tussenin zit. En dat is om te zorgen dat ook dat beter aansluit bij de praktijk bij jullie en bijvoorbeeld ook bij opzegtermijnen die jullie hanteren. En dat zie je hier. Wat betekent dat concreet per 1 januari? Dat nieuwe registraties alleen vooruit worden gefactureerd. Dus dat hoe het nu werkt is als je op die 15 februari 2013 een domeinnaam zou registreren, krijg je aan het eind van dat eerste kwartaal, dus ergens rond 31 maand, een factuur. Een stuk daarvan is terugfacturering voor het eerste kwartaal en het andere deel is vooruitfactureren voor het tweede kwartaal. Dat eerste doen we niet. Tenzij je die domeinnaam hetzelfde kwartaal weer hebt opgegeven. Want je betaalt wel altijd een kwartaal. Dat heeft natuurlijk iets te maken met de kosten van registratie voor ons, maar het heeft ook te maken met het voorkomen van het zogenaamde domeintasting. Dus een domein registreren, een paar dagen in de lucht houden, het verkeer gebruiken of kijken of die sowieso populair is. En als dat allemaal niet zo uitpakt als je dacht, hef je hem weer op. Er gebeurde vroeger heel veel bij GTLD's, omdat die een grace period hadden. Je kon hem 7 dagen hebben en cancelen, hoefde hij niks te betalen. En dat leidde bij bijvoorbeeld VeriSign voor .com tot soms miljoenen registraties in hele korte periodes waar ze geen geld voor kregen, maar die dus verder ook niks opleverden. Wij hebben dat probleem nooit gehad, omdat je altijd een kwartaal betaalde. We hebben zelfs een periode gehad waarin je voor de eerste registratie nog een extra bedrag betaalde. Dat hebben we een aantal jaren geleden al laten vervallen. Dus je betaalt altijd een kwartaal, maar als je 4 kwartalen een domeinnaam registreert voor een klant, betaal je 4 kwartaal. We doen dat eigenlijk vanaf januari een beetje met een soort van workaround, omdat we tegen die tijd dat we het helemaal variabel in ons registratie en vooral facturatiesysteem hebben verwerkt, zitten we ongeveer halverwege volgend jaar. Maar de kernboodschap is dus dat het goedkoper wordt. Nou, dat staat dus ook bovenaan als speerpunt voor volgend jaar. En dat is dus niet alleen dat kwartaal, maar ook een variatie in duur van abonnementsperiodes. We zijn hard aan het werken met het verbeteren van de omgeving, waardoor we minder onderhoudsvensters nodig hebben, maar waardoor we ook zonder onderhoudsvensters bepaalde dingen kunnen verbeteren, vervangen of updaten.
We praten al vrij lang met onder andere de VVR over de vermelding van resellers in de WIS. Een nadrukkelijke wens van een behoorlijk grote groep registrars. Dat gaat ook gebeuren. IP whitelisting in feite, hè, dus de whitelisting op IP-adres is ongeveer het enige papieren proces wat we hebben. Leidt ondertussen tot wel wat ergernis. Dus ook dat gaan we automatiseren. We zijn bezig met een aantal new business initiatieven, waar punt Amsterdam er dus één van is. En die staat daar onderaan. Nou, goed is ook om van onze kant eens aan te geven, wat vinden wij nou van die samenwerking met de VVR? Erik zal dat straks doen vanaf de kant van de VVR. Overigens hebben we daar ook regelmatig allerlei gesprekken over, met of zonder leden van de Raad van Toezicht daar nog bij, die ook een speciale rol in hebben. We zijn er ondertussen, nou, dit is eigenlijk het eerste echte volle jaar dat we hebben samengewerkt. Formeel is het zo geregeld, hè. In de statuten van SIDN is vastgelegd dat registrars het recht hebben om ongevraagd en gevraagd advies te leveren aan SIDN. Dat zit knalhard in die statuten, dat kan namelijk alleen met goedkeuring van alle registrars uit de statuten worden gehaald. Nou, dat gaat natuurlijk niet lukken. Dat hebben we expres zo gedaan, dat ook nou ja, de mensen die na ons SIDN erven daaraan vast zullen zitten. Maar we kunnen wel een orgaan benoemen dat namens jullie die adviesrol op zich neemt. Want anders moeten we de hele tijd met nu ongeveer 1750 registrars praten. Daarvoor hebben we een tijdje geleden een samenwerkingsovereenkomst getekend. Overigens tijdens een relatiedag. Weet jij nog zo uit je hoofd wanneer dat was? Vorig jaar mei of zo? 2 jaar geleden al? Nou, jij weet het ook niet uit je hoofd, gelukkig. En daarmee is dus de VVR, de Vereniging van Registrars, het orgaan wat nu dat statutaire recht van de registrars invult. Ik geef daar een financiering voor, is ook vastgelegd in die samenwerkingsovereenkomst. Die is voor 2012 168.000 euro geweest. Daar heeft de VVR een begroting voor ingediend. En goed, nou, dat is allemaal aan hen om daar jullie over te informeren. Zo kijk naar 2012, hebben we heel veel overleg met ze gehad over allerlei nuttige zaken. Veel van de dingen die jullie in het vorige lijstje voorbij zagen komen voor 2012, dingen die we hebben gehad, veel afgestemd met de commissies binnen de VVR die over die specifieke zaken gaan. Hier staan er een paar, hebben de DNSSEC incentive regeling echt vormgegeven met hen. Was niet zo'n succes geworden als we dat niet hadden gedaan, daar ben ik van overtuigd. Webinterface DRS5, het hele prijsbeleid, ingewikkelde materie, ook voor de VVR denk ik. Ik denk dat Erik daar wel meer over gaat zeggen, maar wij merken, dat was natuurlijk ook waarom we een adviesorgaan wilden hebben. Wij merken dat het heel lastig is om een soort van gezamenlijke mening op belangrijke dossiers voor jullie te krijgen, omdat de situaties van de bedrijven waar jullie in werken zo verschillen. Dus dat is ook wel een aardige oefening, denk ik, voor de VVR. En ik denk ook een belangrijk succes voor de VVR is de benoeming van Willem van Waveren. Hij was hier vanochtend, hij moest vanmiddag weg, dus ik denk dat hij er al niet meer is. Nee. Benoemd in de Raad van Toezicht op voordracht van de VVR. Betekent overigens niet dat hij de VVR of registrars vertegenwoordigt in de Raad van Toezicht. Want het is een onafhankelijk orgaan, dus die vertegenwoordigen niemand. Maar dienen uitsluitend de belangen van SIDN en moeten erop letten dat ik zorg dat de activiteiten die SIDN uitvoert in lijn zijn met de doelstelling van de stichting. Maar Willem is degene die moet voldoen aan het profiel dat hij over de inzichten en de kennis beschikt van het registrar en ISP-veld actueel. En daarvoor zal hij ook regelmatig contact leggen met registrars om te zorgen dat hij die inzichten en die kennis houdt. Dus terugkijkend, mijn conclusie over allerlei zaken, hele nuttige uitwisselingen gehad. Af en toe was het best spannend. We hebben vrij veel gesproken bijvoorbeeld over de strategie van SIDN. En wat is daar nou de rol van de VVR? Wat is de invloed van registrars? Want tot slot hebben we vele andere stakeholders ook. Daar vonden we elkaar niet altijd. Maar ik denk wel dat we hele goede dialogen hebben gehad die ook aan onze kant inzichten hebben gegeven. Hoe we beter invulling aan die samenwerking en de communicatie over en weer kunnen geven. Wat dat betreft vond ik het, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Erik, maar ook wel echt een jaar waarin we met elkaar die samenwerking echt moesten leren vormgeven. Een belangrijk onderwerp in de discussies met de VVR, even los van een aantal van die zaken die ik net heb genoemd, is de strategie
van SIJ. En ik denk toch dat het goed is dat we ook in deze groep, en het is natuurlijk maar een select deel van onze registrargemeenschap, maar goed, dat is nou helemaal niet anders, er toch eens een paar dingen over uiteenzet. Overigens, er komt binnenkort ook, het stond op onze website, maar we hebben het herzien, er komt binnenkort een document, nou ja, een tekst moet ik zeggen, op onze website waar je de belangrijkste punten hieruit ook weer terug zult vinden. En zo hier en daar wat nader uitgelegd nog. Het belangrijkste van onze strategie is dat we twee pijlers hebben benoemd. En de ene is denk ik redelijk voor de hand. En zal zeker bij de commerciëlen onder jullie, en dat zijn jullie denk ik zonder uitzondering, wel herkenbaar zijn. En dat is continuïteit van de organisatie. En dat is een discussie die we aan het begin, of bij mijn komst in ieder geval, vrij indringend hebben gevoerd. Waarbij ik ook aan de Raad van Toezicht van SIJ een vraag gesteld, ja, maar is .nl nou het bestaansrecht? En dat zou betekenen, niemand wil ze meer hebben, DNS is vervangen door iets anders. Nou, we heffen de zaak op en we gaan allemaal ons weegs. Of is het de grondslag? Zijn we daarmee begonnen, maar bouwen we het uit? Conclusie is dat het de basis is, maar dat het niet zo is dat we willen stoppen als er geen vraag meer naar .nl domeinnamen is. Dat zou zonde zijn van de expertise die we hebben opgebouwd en van de positie die we hebben verkregen binnen Nederland. Nou, dat heeft natuurlijk invloed op hoe je dan vervolgens tegen je activiteit aankijkt. De andere pijler van de strategie is dat we de toegevoegde waarde die we leveren aan de Nederlandse en internationale internetgemeenschap willen vergroten. En dat betekent dat we wat verder gaan dan de puur technische administratieve rol van een registry. Overigens is wel de vraag, je ziet een aantal van onze peers dat heel eng bekijken. Dus dat is echt de administratie en het technische deel. Onze Duitse collega's gaan daar bijvoorbeeld vrij ver in. Maar als je naar de relevante RFC's kijkt, dan staan daar toch ook wel dingen in die gaan over een soort van goed ouderschap, een goed beheerschap over dat domein. En dan vooral gericht op de belangen van de stakeholders. En dat gaat al een stuk verder. Dan heb je het echt over het dienen van de belangen van de lokale internetgemeenschap die zich groepeert rondom zo'n domein. Daar willen wij onze toegevoegde waarde vergroten. En een paar dingen die we daaruit hebben gepakt is, nou ja, innovatie, maar zeker niet alleen over innovatie. We hebben dat vanochtend ook gehoord. Het gevoel van veiligheid, vertrouwen van de gebruiker in het internet, dat is cruciaal voor die verdere ontwikkeling. Het innoveert zich van dag tot dag. Maar ik denk dat je in het huidige gebruik wel ziet dat bepaalde groepen angstig zijn om bepaalde mogelijkheden te benutten, omdat ze het niet vertrouwen. En dat belemmert ons allemaal. Dat belemmert jullie zeker in de zin van, als die partijen meer vertrouwen krijgen, gaan ze het meer gebruiken en ontstaat er gewoon meer business. Daar kunnen we met z'n allen bij wijze van spreken op gaan wachten. Daar willen wij onze expertise voor inzetten en dat doen we ondertussen ook. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat we vinden dat het geen enkele risico voor onze core business, en dat is nu toch echt nog, .nl, moet opleveren. En ik zeg nu toch echt nog, maar dat zal ook zeker nog een tijd zo zijn. Er moet dan wel echt iets met het DNS gebeuren, denk ik. En dat zouden we moeten afzwakken, willen we iets anders doen wat belangrijker is. Dus dan kijken naar de criteria die we hebben geformuleerd voor dingen die we naast .nl doen. Dan zijn dit er de belangrijkste ervan. Het moet gaan om een betrouwbare en veilige digitale omgeving. Kwalitatief hoogwaardig. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat we zijn benaderd door partijen die ons vroegen van, goh, willen jullie niet de registry services doen voor de GTLD die wij gaan aanvragen bij ICANN. Nou, als wij dan zagen van, nou, dat gaat eigenlijk vooral over defensieve registraties, dus we hebben geen waarde toe, maar het zal toch voor een aantal bedrijven eigenlijk wel noodzakelijk zijn om hun bedrijfsnaam put die nieuwe GTLD te registreren, om te voorkomen dat anderen doen. Dat soort dingen gaan we niet mee in zijn. Voeg niks toe, leidt alleen maar tot kosten voor defensieve registraties. Daarvoor moet men niet bij ons zijn. Het moet echt iets toevoegen aan het gebruik van het internet en in het belang zijn van de gebruikers en dus van de internetgemeenschap. Het tweede is dat we vinden dat het ook van belang moet zijn voor wat we dan maar noemen de BV Nederland. Dus voor ons, voor onze economie, voor onze maatschappij en je zou kunnen zeggen voor onze internationale positie. Ik gebruik daar nog wel eens, als we zouden worden benaderd of we .org zouden willen draaien. Nou, dat heeft niet direct binding met Nederland. Het is gewoon een internationale TLD.
Maar aan de andere kant, hè, zou je kunnen zeggen, als de Nederlandse registry in zo'n belangrijk domein draait, en ze doet dat goed, dus dat is natuurlijk wel een vereiste, dan heeft dat wel invloed van de positie van Nederland en van de Nederlandse internetsector in de buitenlandse internetsector. Niet dat daar nou sprake van is, maar het zou niet iets zijn waar ik gelijk nee tegen zou zeggen, kan ik jullie verklappen. De keuze voor SIDN moet ook echt gebaseerd zijn op de dingen die wij belangrijk vinden en de manier waar wij op werken. Vertrouwen van de internetgemeenschap, een neutrale partij boven de markt, maar wel met een goed kanaal daaronder om zaken via jullie dus bijvoorbeeld commercieel uit te zetten. We vinden de kernwaarden van het internet zoals die hier geformuleerd staan. Dus vrije toegang tot informatie, openheid, gemak van toegang, vrijheid van meningsuiting, recht op publicatie. Vinden we heel belangrijk. En het zullen dus ook zaken moeten zijn die dat ondersteunen. Dus niet juist die dat soort zaken verengen. Ik denk dat het belangrijk is voor een organisatie als die van ons. Hè. We zijn een stichting, dat is maar een rechtsvorm. We zijn ook een not-for-profit. Daar zit altijd een risico in dat je te comfortabel wordt in de positie waarin je zit. Zeker als er ook een goede inkomstenstroom is. De samenwerking met Punt Amsterdam, met ook wel andere dingen waar we mee te maken hebben, is redelijk competitief. Dus dat betekent dat je echt goed moet kijken, hoe doen we het zo, dat we het zo efficiënt mogelijk doen. En dat zijn gewoon dingen die ook direct invloed hebben, positieve zin, op hoe we het .nl-domein draaien. Er komen altijd inzichten uit die we kunnen terugvertalen naar de dagelijkse praktijk van .nl. Nou, ik denk ook een hele belangrijke voor jullie is dat de dingen die wij doen als het echt om nieuw business gaat, en dat is iets anders dan het vergroten van de toegevoegde waarde, zal ik zoiets over zeggen, die moeten wel rendabel zijn. Dus het kan best zijn dat we aan het begin moeten investeren, dat is denk ik heel vaak, dat zullen jullie ook herkennen. Als je een nieuwe activiteit wil starten, dan moet je vaak eerst kosten maken. Maar dat moet zich wel terugverdienen. Dus we gaan geen activiteiten doen waar we de hele tijd geld van onze omzet van .nl in zouden moeten steken. Dan is het geen new business, dan is dat een maatschappelijke activiteit. En dat doen we overigens wel. Er zijn een aantal dingen, nou, dit zou je er al als één kunnen beschouwen, maar er zijn vrij veel dingen die we doen rondom veilig gebruik, vertrouwd gebruik, beter gebruik, gebruik door bepaalde groepen die nu zijn buitengesloten, om de een of andere reden, maar ook gewoon de beveiliging van het internet. Jullie zien af en toe publicaties van ons of persberichten erover. Daar steken we geld in, omdat daar is onze filosofie echt. Als we dat doen, vergroten we daarmee, als het goed is, het vertrouwen van de Nederlandse internetgemeenschap in het internet. Dat leidt tot een hoger gebruik, dat leidt tot meer bedrijfsactiviteiten en dat leidt gewoon tot een gezondere economie. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de internetsector een van de, nou ja, niet zo gek veel resterende drijvende krachten in onze huidige economie is. Ik denk dat we dat met elkaar nog veel beter kunnen benutten. Dus daar zoeken we ook nadrukkelijk de samenwerking met jullie. Ook hier, overigens. Nou, wat betekent dat nou voor jullie? Nou ja, eigenlijk vind ik de belangrijkste vind ik de onderste. We hebben in Nederland een hele gunstige uitgangspositie. Er zijn veel van die internetscorelijstjes als het gaat om hoeveelheid bandbreedte, gemiddelde snelheid, fiber to the home, internet thuis, bedrijven met goede aansluitingen, aantal domeinnamen per hoofd van de bevolking, noem maar op. Heel veel van die internetscorelijstjes doet Nederland het heel goed, mondiaal gezien. En ik denk dat wij, als registry, met jullie als registrars en ISP's, dat we daar nog veel meer kansen uit kunnen halen dan we nu doen. Dus als wij dit goed doen, en we doen het in samenwerking met jullie, dan zouden daar ook zeker voor jullie nieuwe businesskansen uit moeten komen. Dat zijn overigens ook dingen die we met de VVR hebben besproken. Ja, kijk, 2:30. Ik moest van mijn dingetje overgeven aan Erik. Zijn hier vragen of reacties? Dingen die ik heb gezegd, waarvan ik, ik snap er niks van. Jullie DNSSEC initiatief en incentive heeft veel opgeleverd. Gaan jullie dat soort methodes nog vaker inzetten voor andere zaken? Daar zou ik zeker rekening mee houden. Weet je, ik denk dat het hele sterke van zo'n methode, ik denk dat je daarmee, ik vind het hele, de kracht van de incentive-regeling is dat het een soort van win-win-win situatie. Wij krijgen DNSSEC geregeld, daarmee
maken we met z'n allen het .nl-domein veiliger. Jullie krijgen DNSSEC geregeld, daarmee maken jullie het .nl-domein veiliger. Maar er staat iets tegenover je. Je hoeft niet investeringen te doen zonder dat er een business case tegenover staat. En uiteindelijk heeft de gebruiker of de domeinnaamhouder, maar beide, krijgen een veiligere internetomgeving. En we konden dat doen omdat we de financiële middelen hadden om die kortingen te geven. En ik denk dat dat een hele goede manier is om met de middelen die wij hebben, om die in te zetten om het internet veiliger en beter te maken. Dus ik zou daar zeker rekening mee houden. En ik hoop dat we daar goede voorstellen voor krijgen nog de komende tijd. Nou, ik heb een paar ideeën. Je hebt een paar ideeën. Nou, als we breder gaan dan alleen jouw bedrijf, dan zou ik zeggen, kaart aan bij de VVR of kaart aan bij ons, dan doen wij dat. Maar, ja. Nou, dan mogen jullie mij uitzetten en Erika.